Goedenavond, leuk dat u weer kijkt naar Get Picture. Vandaag 3065 gulden in kas, want gisteren is de jackpot er niet uitgegaan. Dus er zijn weer twee kandidaten die hierom gaan strijden. Ik stel ze nu aan u voor. Gisteren zag deze celfriek de dropsliert er niet op de finale foto. En dat is gek, als je bedenkt dat hij kilo's drop weg kan werken. Gelukkig krijgt hij vanavond een tweede kans. Hij komt uit Enschede, Terschelling is zijn tweede thuis en af en toe slaapt hij ook nog op de bonte koe. Vanavond echter staat hij alweer voor de tweede keer achter de Get Picture Desk. Hier is Rob Laarhoven. Hoi Rob, leuk dat je er weer bent. Ja, zeker. Jammer hè, van die dropjes gisteren. Helaas, ik zag het niet. Ja. Ja. Zo gaat dat. Terschelling, dat is jouw tweede thuis. Ja. Hoe komt dat? Ja, Terschelling is hartstikke mooi hoor, daar niet van, maar nieuwsgierigheid. Ja. Nou, het is, ik kom er eigenlijk al mijn hele leven. Mijn moeder komt er vandaan. Die is daar geboren, woont er niet meer. Maar... En ja, iedere vakantie zijn we eigenlijk ook als klein kind al ben ik er naartoe gegaan eigenlijk. En, het blijft gewoon trek. Het blijft gewoon een heerlijk eiland waar je gewoon alles hebt wat een mens maar wensen kan. Dus... En ik vind het er gewoon heerlijk. Dus, nou heb ik gehoord dat jij een tijdje geleden je EHBO hebt afgerond. Hè? Ja, dus dat jij nu mensen kunt helpen als ze op hun hoofd vallen of flauw vallen op een festival of dat soort dingen. Dat klopt. Waarom ben je dat gaan doen? Nou, ik vond eigenlijk het wel een gemis in mijn kennis eigenlijk. Ik vind het heel belangrijk om mensen te kunnen helpen als er iets, als ze een ongeluk hebben gehad of iets dergelijks. Zodat dan toch de eerste hulp aanwezig is. En dat ik niet er voorbij moet gaan terwijl ik niet weet wat ik er doen moet. Ja. Dus ik wil graag de mensen helpen. Dus. Ja, heel goed. Dus, ik voel me ook heel veilig. Mocht er iets misgaan, dan weet ik dat jij er bent. Ja. Jij kunt mij dan redden. Hey, heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Dames en heren, applaus voor Rob Laarhoven. Deze student uit Groningen is een echte avonturier en ooit zou ze nog wel eens uit een vliegtuig willen springen. Ze is gek op reizen en dit jaar is ze maar liefst 5 keer op vakantie geweest. Het bezoeken van de 7 unieke wereldwonderen staat nog op haar verlanglijstje, maar vanavond staat ze in Get Picture. Hier is Yildau Lamsma. Hi Yildau. Hi. Je studeert in Groningen, maar je komt eigenlijk uit Friesland, hè? Ja. Want Yildau is ook een Friese naam. Ja, ja. Dat betekent, een Friese naam. Ik wil altijd weten wat het betekent. Ja, het betekent Yild, is geld. En het betekent lieve vrouw. Tenminste, zo stond het. Ja, wat leuk. Lieve vrouw met geld. Ja, eigenlijk wel. Nou, nu even niet. Nu even niet. Ik wil zeggen, dat is lekker voor studenten, toch? Maar nee, nu even valt niet. Tegen. Maar hoe heb je dat dan gedaan met die 5 vakanties? Ja, moeilijk. Niet gegeten, alleen maar gereisd. Ja, nou, ik ben 2 keer naar Amerika geweest en dat was wel vrij duur. Ja. Maar dat was om een vriend op te zoeken, dus. Ja, want die studeerde daar, of is afgestudeerd nu inmiddels? Ja, die is een jaar naar Amerika geweest om af te studeren. Ja, dan begrijp ik dat je alles gaat sparen om hem natuurlijk even op te zoeken. Ja. Dus een vakantie zit er nu even niet in? Nee. Oké, volgend jaar weer of zo? Ja, in ieder geval wel in de zomer. Ja. En waar zou je dan heen willen? Nou, we willen graag deze zomer 1 maand of 2 maanden rondreizen. En ik wil graag naar Vietnam. Dat moet heel mooi zijn daar. Ja. Ja. Okay. Ik ben benieuwd. Nou, misschien dat wij een kleine bijdrage kunnen verzorgen met Get Picture. Nou, eigenlijk moet je het natuurlijk zelf doen. Ik bedoel, het geld staat beschikbaar, maar je moet zorgen dat je het binnenkrijgt. Ja. Gaat het dan op aan een reis of iets anders nog? Ja, eerst een wasmachine, die hebben we nog nodig. En de rest op aan de reis. Oké. Okay. Ja. Nou, zorg dat je veel vergaart dan vanavond. Ja, bedankt. Heel veel plezier erbij. Dank. Dames en heren, een applaus voor Yildau Lamsma. En wie van de 2 kandidaten mag er beginnen? Rob, word jij het of wordt het misschien Yildau? Rob, jij wordt het. Jij mag beginnen. Ja. De H. Aan deze rivier ligt de stad New York. Humber? Nee, de Hudson. Hudson. Ja. Okay. Yildau. Een V. Het schaalvormige gereedschap van de apotheker dat in combinatie met een stamper wordt gebruikt. Oh shit.
Ficel, nee. Nee, Vijzel. Vijzel, ja. Ja. Prop. Je mag verder gaan. Een D. Dit is bij tennis de mannelijke tegenhanger van de Fed Cup. De Davis Cup is dat. Oh. Ja. Nee. Dan spelen alle landenteams tegen elkaar. Oh. En dan bestaat alleen maar uit mannen. En bij de Fed Cup spelen alleen maar vrouwen tegen elkaar. Hilda. Bonusvraag. Bijbelse geschiedenis. De met goud overtrokken kist van acaciahout waarin de tafelen der wet werden bewaard. Nee. Je kent alsof het ergens vandaan ja, komt. Ja, ik moet het weten eigenlijk. Oh, weet jij het nog? Nee, ik heb geen idee. Ark des Verbonds. Ja. Oh. Lichtjes branden. Rob, nee. Je mag verder gaan. Een B. Zij speelde naast Humphrey Bogart en Paul Henright de vrouwelijke hoofdrol in Casablanca. Achternaam is met een B, hè? Ingrid Bergman. Nee, ik wist het niet. Hilda. Een R. Deze op het Binnenhof in Den Haag gelegen zaal is de 13e eeuwse residentie van de graven van Holland. De Ruiterzaal. Nee, de Ridderzaal. Oh, ja. Rob. Een C. Zo noem je een vuurvast potje van aardewerk. Ik zou het niet weten. Kakkelon. Nee, had ik ook niet geweten. Ja, zo heet het echt, kan ik niet doen. Jildau. Een bonusvraag. Dit lichaamsdeel sneed Vincent van Gogh bij zichzelf af. Zijn oor. Ja, is goed. Iets harder drukken. Ja. Is het een wereldbol? Ja, is goed. Dus het ruitje staat nu op 60, Hildau. Rob, we gaan aan de tweede foto beginnen. Mag jij mee beginnen? Ja. Een H. Hiermee begint en eindigt een huizenblok. Een hoekhuis. Ja, is goed. Een R. Boekarest is de hoofdstad van dit land. Roemenië. Ja. Bonusvraag. Deze vakbond wil dat alle werknemers naast een jaarlijkse loonsverhoging een extra financiële vergoeding krijgen in de vorm van aandelenopties. FNV? Ja, is goed. Een A. Deze televisieserie wordt vaak afgekort tot AppFab. Nee. Absolutely Fabulous. Hilda. Een X. Lucy Lawless vertolkt de rol van deze warrior prinses. Xenia. Ja. Goed. Een M. Dit is tegenwoordig het thuisland van Viola Holt. Marokko. Nee. Mexico. Oh. Ja. Nou ja. Ja. Prop. Je mag verder gaan. Een L. Deze film was de grote winnaar op het Nederlands Filmfestival 2000 met 4 gouden kalveren. Lasseter? Nee, Lek. Of wist je dat? Ja, beste regie, beste scenario, beste film, beste acteur. Nou, heb je 4. Hilda. Een bonusvraag. Over dit jaar zong Prins. 1999. Ja, goed. Zijn tandenborstels. Ja. Twee. 125 sta je nu op tegen 20 van Rob. We gaan naar de derde foto. Ja. En jij? Oh, mag weer beginnen. Een T. Aan het begin van de 20e eeuw was deze ziekte in Nederland volksvijand nummer 1. Tuberculose? Ja, goed. Een H. Deze plantaardige kleurstof wordt veel gebruikt voor het verven van haar. Henna? Ja. Een S.
Pasen en Pinksteren vallen samen op deze spreekwoordelijke dag. Ja. Sint-Jutemis. Sint-Jutemis, ja. Hilda. Een A. Dit continent is de enige plek waar nog wilde gorilla's te vinden zijn. Azië. Afrika. Ja. Rob. De R voor jou. Zo wordt een teruggang in de economie genoemd. Recessie. Ja. Een G. Dit Friese dorp heeft het Scootjesiele 2000 gewonnen. Grauw. Ja. Bonusvraag. Uit dit land komt de Dalai Lama oorspronkelijk. India. Tibet. Tibet, ja, natuurlijk. Ja. Hilda. Een B. De opa van de opa van je vader of moeder. Bedovergrootvader. Ja. Is het een schelp? Ja. Goed. Rob had hem ook al gezien. Ja. Maar ja, ja, dat was graag goed. Dus je hebt hem eruit kunnen halen. 180 staan nu op Hilda. Tegen 40 voor Rob. We gaan naar foto 4. En aan jou, Rob. Ja. Een bonusvraag. De kreet van de Teletubbies. Ik heb het nog nooit gezien, eerlijk gezegd. Dus ik zou het niet weten. Ook het geluid nooit gehoord? Weet jij het? Nee. Oh, ze zeggen altijd... Oh-oh. Oh ja. Yes. Maar als je ooit neusapen tegenkomt en die zien gevaarlijke... Of het is gevaarlijk om hun heen, die zeggen dan ook... Ja. Dus dan weet je dat het geen Teletubby is. Ja. Hilda. Een G. Tot deze taalgroep behoren het Nederlands en het Duits. Germaans. Ja. Goed. Bonusvraag. Bij deze bond zijn alle Europese voetbalfederaties aangesloten. UEFA. Ja. Goed. Een L. De voorloper van de CD. LP. Ja. Ik dacht partij. Oh, nee. Een S. Deze DJ schrijft elke dag een grapje op de voorpagina van een gratis treinreizigerskrantje. Erik de Zwart. Met een S. Ja. Frits Spits. Oh ja. Frits Ritmeester mag je ook zeggen. Maar ja, Zwart is ook met een S. Tenminste, die Erik de Zwart. Geluid van de versnelling. Jullie mogen... Nou, jullie staan al helemaal klaar. Oké. Okay. We draaien de vakjes op. Zeg het maar, Jill. Ik denk dat het steeksleutels zijn. Ja, dat is goed. De stand is nu geworden 90 voor jou, Rob, tegen 200 van Yildau. En met deze stand gaan we beginnen aan ronde 2. En omdat Rob de steeksleutels net had in de eerste ronde, mag jij beginnen, Yildau, met deze eerste foto. Een O. Ander woord voor mondeling. Overhoring. Nee, oraal. Oh, zo, ja. Prof. Een B. Het tegenovergestelde van smal. Breed. Ja, is goed. Een S. Een doordenkertje. Een rijwiel met een knevel. Snorfiets. Ja. De Z. Een rariteit. Zeldzaamheid. Ja, is goed. En van de persoon op deze foto mag je ook de rol noemen, als je die beter weet. Een K, een ander woord voor cliëntele. Klant. Klandizie of klantenkring. Hm? Dus, ja, oké. Hilda. De S, ander woord voor berouwvol. Spijtig. Spijtvol. Schuldbewust of schuldig. Rob. Een W, cryptisch. Dit briesje heeft ruggengraat. Wind? Nee. Ja, wervelwind. Wervelwind, ja. Ja. De ruggengraat moet er nog bij. Ja. Hilda.
een C. Zo noemt men in het Frans een ploegleider van een wielerteam. Captain, oké. Chef d'équipe. Met een H, cryptisch. Hier scheuren kappers moeiteloos doorheen. Haren? Nou, het is cryptisch. Haarspeldbocht. Haarspeldbocht, ja. Ja. Hilda. Een G. Ander woord voor echtgenoot. Getrouwd iemand. Gade of gemaal. Oh, ja, oké. Okay. Rob. Een L. Ander woord voor etiket. Een label. Ja. Volgens mij is Ma Vlodder. Ja, ja. Ma Vlodder. Of Nanny Vrijda in de rol van Ma Vlodder. Levert je 100 gulden op, Rob. De stand is nu 230 voor jou tegen 200 van Hilda. We gaan naar foto 2 en naar jou, Hilda. Een M. Ander woord voor mitrailleur. Machinegeweer. Ja. Met een A. Het tegenovergestelde van figuratieve kunst. Abstractieve kunst. Abstract is. Abstracte kunst. Ja. Het is streng hier. Dus. Oké. Okay. Helaas niet goed. Rob. Een B. Dit kan iemand die kaatst terugverwachten. De bal. Ja, goed. Een bonusvraag. Dit land bedoelen de Fransen met les États-Unis. United Kingdom? Nee, de United States of America. Oh, ja. Hilda. Een P. Een namaakpil. Placebo. Ja, is goed. Een M. Een schabloon. Een mal. Een mal, ja. Ja. Rob, jij mag verder gaan. Een P voor jou. Ander woord voor feest. Een party? Ja. Goed. Jos Brink? Nee. Nee, is het niet. Hilda. De S. Een ander woord voor nors. Zagrijnig. Stug of stuurs? Oh, okay. Rob. De B. Zuigeling. Baby. Ja. Een T. Praatprogramma. Talkshow. Ja. De B. Een doordenkertje. Deze vliegenier maakt veel kapot. Een brokkenpiloot. Ja. Een L. Letterlijk vertaald betekenen deze Latijnse woorden een rechte lijn. Linea recta. Ja. De O. Nou, goed vakje voor jou. Mm-hmm. Ander woord voor kidnapper. Ontvoerder. Ja. Ja, ik herken hem wel, maar dat is een naam. Oké, misschien dat je daar straks... Oh. Nou, het geluid van de versnelling, laatste foto van deze ronde. Succes allebei, want jullie kunnen allebei nog winnen. Ja. Het gaat om een zanger. Out of Africa zingt hij, of tenminste zo'n cd waar hij vanuit Afrika liedjes zingt. Maar hij zingt klassiek. Komt uit België. Heel populair daar. Helmoet is zijn voornaam. Hilda? Helmoet Lotti. Ja! Ja. Ik zei Out of Africa, maar het is Helmoet Lotti Goes Africa of zo. Ja, dat nee, ik zou het ook niet weten. Maar goed, het heeft jou 100 gulden opgeleverd. En Rob, jij herkende hem, maar... Ja, kwam helaas. Het was net even te snel. Ja. De stand is geworden 300 voor Rob tegen 320 van Hilda.
jammer hè. Het is niet anders. Ja. Ik ga afscheid voor je nemen, inderdaad. Ja. Ik vond het leuk dat je hier was. Ik vond het ook heel gezellig. Ja, heel leuk. En heel veel plezier met alles wat je nog gaat doen. Ter Schelling en zo en het zijn. Dames en heren, een applaus voor Rob Laarhoven. En Jildau, jou neem ik mee naar de finale. Jildau, dit applaus is helemaal voor jou. Ja. Want jij staat hier nu op de finale plek. 320 gulden in de eerste twee rondes. 3385 gulden. Ja, dat is heel leuk. Dat is leuk voor een lieve vrouw met geld. Ja. Toch? Okay. Je mag op de knop drukken. Voor letter de W. Oh, gelukkig. Ik dacht even dat ik hem niet had. Maar ik heb het. Succes. Dank je. Behalve eierdooiers, kaneel en suiker is dit een belangrijk ingrediënt van kandeel. Pas. Zo wordt de legering van nikkel en goud genoemd. Pas. De prijsverhouding van de valuta's. Wisselkoers. Ja, dat is goed. Zo noemen we de bovenste begrenzing van het water. Wal. Nee, waterspiegel. Dit programma won dit jaar de gouden televisiering. Pas. Een korte aan het eind omhoog gebogen neus. Wipneus. Ja, is goed. De verzamelnaam voor keukenapparaten als koelkasten, wasmachines en dergelijke. Ja, is goed. Behalve eierdooiers, kaneel en suiker is dit een belangrijk ingrediënt van kandeel. Witbrood? Nee, weet je wat het is? Nee. Ah, een duikbril. Ja. Jammer. Ja, moeilijk. Ja, hè? Moeilijk, maar ja, goed, als alle vakjes open zijn, dan zie je natuurlijk wat het is. Ja. Leuke nieuws, morgen mag je terugkomen. Oké. Okay. Even kijken, ik ga je de antwoorden geven. Behalve eierdooiers, kaneel en suiker is dit een belangrijk ingrediënt van kandeel. En dat is wijn. Oh. Moet daar dan in. Zo wordt de legering van nikkel en goud genoemd. Wit goud. Een wisselkoers had je. De bovenste begrenzing van water is de waterspiegel. Zie je een wal. Het programma dat dit jaar de gouden televisiering won was Westenwind. Oh ja. Wipneus had je goed en witgoed had je goed. En morgen kom je terug. Oké. Dames en heren, een applaus voor Jildau Lamsma. Morgen is weer een nieuwe aflevering van Get the Picture. En het lijkt ons heel erg leuk als u dan weer kijkt. Tot morgen.